een levend persoon staan om de richting. Wat hebben jullie veranderd? Nou, we hebben de markt dusdanig opgesteld dat we looppaden hebben van 8 meter breed. Daarnaast hebben we een soort van verplichte looproute ingesteld, zodat het publiek makkelijker de markt op en af kan lopen. En daarnaast hebben we dan een ludieke persoon neergezet om er nog een beetje kracht bij te zetten voor de mensen om het een beetje leuk te brengen. Ja. Het is wel een soort verplichting, maar je kan het ook op twee manieren brengen. Dus dat hebben we gedaan. Daarnaast hebben we alles afgezet weer met onze rood-wit lint. Toiletvoorziening voor de kooplieden is geregeld. De koffiedame loopt weer rond. Dus we krijgen bijna weer een hele echte markt op het Statenplein. Heel goed. Ik zie ook handhaving en alles om alles in goede banen te leiden. Ja, nou die doen uitstekend werk moet ik zeggen. Want de bedoeling is ook dat mensen niet hun fiets meenemen op de markt. En dat we dan een soort wildgroei van fietsen krijgen. En handhaving is erbij gekomen om mensen dat nog even netjes te vertellen. Want onze uitstraling is net iets anders dan van handhaving. En dat willen we ook zo houden. Heel goed. En succes. Dat de markt dadelijk weer echt de top helemaal wordt. Helemaal mag staan. En we maken ons borsten nat voor morgen met de moederdag aankopen. Dus we gaan het zien. Dankjewel. Ja, ik kom maar. Nou, mag niet. Ik zeg, ik heb Dank u wel. Dat had echt die grotere bruine doos. Dat zit er in de keuken. Dat is een heel verder. Ja, maar dan gaat er meer over doelkaas. Ik ben ook niet zo goed.